Hallo, ik ben Frans Verhoeven en ik heb bij Thomas heb ik een opleiding gevolgd mesmerisme en magnetisme. En die heb ik bij Thomas gevolgd en ik heb voor Thomas gekozen omdat ik wat video's gezien heb van hem op YouTube en die spraken me gewoon heel erg aan. Thomas is een zeer kundige persoon en hij sprak me aan op de video's. En aangezien ik een eigen hypnotherapeut praktijk heb, ben een hypnotherapeut en ik help mensen op allerlei manieren en ik wou toch nog wat extra tools erbij hebben voor met energie, magnetisme, mesmerisme. En ik had er wel eens een keer een vooropleidingje voor gevolgd, een kleine opleiding, maar ik wou het gewoon groter aanpakken. En via Thomas, via zijn opleiding of via zijn site heb ik me opgegeven. En voor nu heb ik daar dan de zesdaagse opleiding voor gevolgd, voor mesmerisme en magnetisme. En ook de master daarin. En ik moet zeggen, dat heeft me heel erg veel gebracht. De manier waarop Thomas het brengt, de manier hoe je met energie omgaat, de respect die je moet hebben voor de energie en de respect voor de andere mensen waar je mee werkt. En dat is wat me voornamelijk heel erg opvalt, is dat je hoe snel, hoe krachtig je iets met energie kan veranderen. In positieve zin. Echt in positieve zin. En ook bij mezelf is in die 2 weekenden is heel veel gebeurd. Er zijn veranderingen gemaakt, gecreëerd en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. En nu in mijn praktijk gebruik ik dus nog meer ook die tools van energie, mesmerisme, magnetisme, en dat bevalt me heel goed. Dat bevalt me heel goed, want ik merk nu dat daardoor juist nog sneller veranderingen zijn. Nog sneller veranderingen komen, worden gecreëerd bij cliënten. En daar ben ik eigenlijk alleen maar Thomas dankbaar voor, dat ik bij hem die opleiding mocht volgen. Ook dankbaar voor de andere mensen bij in de groep die met mij wat gedeeld en getraind, geoefend hebben. Dus dank je wel daarvoor. En voor Thomas, ik zou zeggen, dit was top. Dit was echt top. En voor andere mensen zou ik zeggen, doen. Gewoon doen. Dit is echt een super aanvulling als je met mensen werkt. In welke hoedanigheid dan ook. Het is een super goede aanvulling. Dus ik zou zeggen, doen.